Hello, brothers. Good to see you here. Op Genesis 2. Oh, jongens, we hebben even een lekkere 1v6 overleefd gisteren. En we zijn met wat mooie spullen teruggekomen. We gaan het gewoon even checken. En er is wel even één ding dat ik wil checken. Ik dacht dat het goed was, maar misschien valt het wel tegen. Maar we hebben dus... een meeuwing van Swammaster Ubertje Spekkoek. Dat is wel een kloon. Oh. Ah. Oh, maar hij heeft wel hoge melee op zich, hoor. Hij heeft 591% melee en een 51... Is hij geneuteld? Oh mijn god, hij is geen eens gespeed. It isn't even speed. Is dit beter dan mijn... Dit is een 51-52 meeuwing. Die is ongeveer vergelijkbaar met die ik heb. Ah, dit is niet slecht. Het is niet mega, maar het is niet slecht. Hij is al geleveld. Ik vind alleen dat hij weinig HP heeft. 240 armor. My brother. 33k HP ongeveer. Dit lijkt wel alsof ze raidplannen hebben. Huh. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben voor de rest vooral een kit gekregen, toch? Wacht. Tech. Heb ik tech kit? Oh, die is nog van Joost. Oké. Oh, ik dacht ik misschien ook van Swamp had, maar die... Ja, Swamp Master, dat zijn normale setjes. Oké, check. Oh ja, en we hadden een zieke tech rifle. Hier, 185 en nog 154 en noem maar op. 537% tech bow. Ik weet niet of die van net is. Mijn god. En dan volgens mij hadden we ook nog een advanced rifle. Nee, sniper. 604%! Bro! Stop! Marker, het doet pijn om zo hip te zijn. Het doet zoveel pijn. Het is gewoon niet oké. Is er voor de rest nog iets aan de hand? Nee. Oké. Oh, dus zo... Oh, wacht. Is dit niet zo'n spekhoek? Is dit niet de meeuwing waar ze altijd gewoon mee vluchten? Weet je wel, als ze nooit te durven aan te vallen en dan op zo'n ding gaan zitten. Volgens mij is dat precies deze meeuwing. Dit is de pussy meeuwing. Ah, waarom hebben we dat niet zo genoemd? Waarom hebben we niet de pussy meeuwing genoemd? Grapje. We zijn gewoon aan het stoken nu, jongens. We zijn gewoon aan het stoken. Hoppa, lekker stoken. Ik had trouwens in achteraf, bedenk ik me nu, ik had ook Transmitter Shadow Main kunnen doen. En dan gewoon kunnen beamen en dan het moment dat ze gestunt waren gewoon poelen in de turret range. Dat had ik ook kunnen doen. Ik had ook gewoon in hindsight met de gedachte van, ah, ze vinden me toch wel alvast daar bovenop het berg turrets kunnen plaatsen. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als ze het toch wel hadden geweten, dan had ik hoe dan ook niet die fobs neergekregen. Dat was dan gewoon niet gelukt, omdat ze dan met z'n allen al op zouden zitten. Dus dat moet echt veel meer georganiseerd worden, als ik dat zou proberen. Ik wilde eigenlijk gewoon vast de beer porren, laten zien dat ik weet waar ze waren, of dat ik weet waar ze zitten, en dan ook nog even gewoon wat van die kleine turretars uitschakelen. Wat ik nu wel weet, en ik denk ook dat ze de teleports niet hebben aangepast of zo. Oeh, heb ik trouwens veel element hier aan overgehouden? Of meer verloren? Hier zit een beschaafde hoeveelheid in. En hier ook, oké, top. Ah, bang gewonnen. Ja, dat die generators exposed zijn. Ik denk ook niet dat ze dat op gaan lossen, omdat ze denk ik ook niet voor bij die toren gaan komen. Dus als ik daar op een stekkertje kan zitten, met een Beery, is gewoon tech rifle generator plat. Dus wat we met z'n tweeën kunnen doen, ideaal, want dan gaat het echt sneller en dan worden we niet gekopt door tech bullets. Tech rifle bullets, hoe noem je dat? Tech turret bullets. Oké, my man. Oké, ik ga even kijken bij Alliance Base wat daar aan de hand is. Want we moeten daar die fob van Joost ook nog even opruimen. Oké, ik heb hier mijn kit. Ik heb hier briefjes. Specimen implant. Lunar Master. Nou ja, kunnen we gewoon bewaren toch. Oh ja, en we hebben volgens mij ook best wel veel biertjes dan overhouden extra. Ja, kijk. Het lost zichzelf uiteindelijk allemaal op, jongens. Alles komt goed. Just gotta believe. Oké, we gaan eens even kijken. Ah, man. Laat ik Jamie even spreken. Misschien is hij er wel. Hallo? Hallo. Oh, hey, Jamie. Oh, wacht. Hey. Wacht, blijf hier. Ik heb nog iets voor je. Wacht, weer weg. Ik heb nog een heel mooi eitje. Ik denk nu alleen wel, hoe vaker ik Swamp Master op zijn pik ga trappen, hoe meer die geneigd is om mij te gaan reden. En ik denk eigenlijk dat hij sowieso geneigd is om mij te reden. Maar ja, moet je wel doen, hè. Ik weet niet hoe goed die sensors werken, anders moet hij gewoon om mijn basis heen zetten. Hallo? Wait, Ja, oké, ik zit echt vast in de muur. Oh, mijn god, ik ben aan het mashen. Niet doorvertellen. Ja, mijn teleporter zit. Goddammit, wacht. Alright, ben je binnen? Jamie. Kijk, dit kreeg je nog van mij. Hey, mijn 5000 electronics. Yeah. Ik heb gevochten in een 1v6 tegen de Masters. Oh, dat ken ik. Ik heb er twee gekild. Swamp Master en Lunamaster. Ik heb loot gepakt van beide. Eentje had een 51 of 52 HP melee meewing in cryo. Oh, netjes. Ja, op zich wel prima. Ik heb ook veel loot, waaronder dus een 600% fabricated rifle weer natuurlijk. Oh ja, course. Je weet hoe dat gaat. En ze hebben wel, dat was bij Joost, ik heb zijn basis dus gevonden en ik wilde daar vast wat torens uitschakelen, want iedereen heeft om Joost heen gebouwd. Oh, wauw. Ja, maar ze hebben me daar dus ontdekt met z'n allen. Was gezellig. Ja, leuk. Wat heb jij nog gedaan? Ik werd offline gereed door de Water Tribe op Genesis 1. Dus die heb ik op Genesis 1 helemaal kapot gemaakt. Oh, lekker. Ja. Oké. What the fuck? U bent helemaal vergeten al. Heel wat loot uitgekregen. Ja. Oké, ziek. Ja.
Ziek hoor. Ja, en nou heb ik even hier een torentje gebouwd voor Hallo? Hallo? Oké. Kijk hier. Mijn zwakke plek heb ik even versterkt. Waar is dat? Daar, die kant. Hey. Oh. Hey, is dat Joost hier niet? Ja, dat zat Joost, maar dat heb ik even zelf teruggekleed. Ja, verstandig. Ik heb ook zijn toren gesloopt bij mij. Probeer de turrets op te bouwen. Ja, dus ik heb ook snel dit niet. Oh, vet man. En... is dat veilig? En die andere paal? Ja, dat is wel de enige ja, plek. Ja, is toch te ver weg. Dat maakt niet uit. Oké. Dan mag jij bouwen als je wil. Ja, misschien geen slecht idee eigenlijk. Nee, eigenlijk niet eens een teleportje neerzetten of zo. Ja. Heb je al gecheckt bij de Alliance Base? Want dan moeten we Joost nog opruimen. Ja, dat gaan we ook nou doen. Oh, oké. Okay. Zal ik even snel meehelpen? Ja, is goed. Pak eerst Stego of ik. Gewoon even Tech Rex Stego, dan hebben we dat zo gefixt. Ja, is cool. Ik pak wel even wat. Ik weet alleen niet of ik nog een Tech Rex heb trouwens. Weet ik even niet meer. Maar het is maar een klein hok toch? Okay, wat gebeurt hier nou? Kunnen we niet gewoon een Stego en een... nee, Techbow werkt niet natuurlijk. Tech Rex Stego. Ik kan wel even kijken wat ik heb. Kan dit bord weg? Dan weten ze ook dat ik het gelezen heb, weet je wel. Dat is altijd wel handig. Oké, okay, even kijken. Ik heb hier geen transmitter volgens mij. Dus moet ik even... transmitter moet ik even pakken. Want die ben ik al verloren. Maar aan de andere kant... ik heb hem ook terug! Heyo, lik de ballen wat toe. Kijken of ik een Tech Rex heb. Volgens mij heb ik er nog wel één, man. Het zou deze kunnen zijn. Hier sowieso niet. Het zou ook die kunnen zijn. Ik denk dat die low HP Rex is. Maar we doen het ook even mee voor de zekerheid. En transmitter heeft stekers erin. Ja, element moet ik even meenemen nog. En dan zijn we klaar. Afgelopen. Jim heeft ook de betere stekers sowieso. Even kijken. Misschien kan ik dan beter maar gewoon deze uitgooien. Oeh, wat een zieke kleuren. Wie heb ik deze? Is dit zo'n Witchmaster? Ik weet het niet eens meer. Kijk eens aan, jongens. 60 KHP Rex. Mijn broeder. Mijn broeder. Hé, hey, dat is een Volt. Hé. Hey. Wat is dit? Flag BP's, Rudy? Ho! Dat had ik niet al, Flag BP. Volgens mij had ik ze wel. In ieder geval, heel erg bedankt. Oh, het stond Dodorup. Oh, arigato gozaimasu. Ziek. Wat had ik die niet? Nou, staat er zijn er iets bij dat ik ze wel had, man. Oké, okay, ziek. Dit is nice. Dit is nice. Dit is nice. Ik doe hem even de transmitter ook gewoon neergooien. Ah, ik heb geen stekkers erbij. Oh, daar is Jamie al, denk ik. Hey. Hey. Nou, als jij stekker kan doen, want ik heb geen saddle bij. Oh. ik haal even een saddle. Ik haal even een saddle. Ik haal even een saddle. Komt goed. Perfect. Ik heb een zadel bij. Oh. Oh, oh. Ik heb een zadel. Oh, ja. Ik ben er. Ben er. Oh. Hold up. Ja. Oké. Okay. Het is niet super goed, maar het is allemaal. Hey, ik vind het helemaal prima. Dit is toch zo weggevaagd, denk ik, man. Dat, ik hoop het. Vergeet, wat kunnen we het beste targeten? Ik denk, ja, Jenny zal wel binnen staan, gewoon. Ja, eerst even die turrets hier. Eindje op ruim aan de voorkant. Zullen we even bierie pakken? Wacht, laat me even kitten. Ja, je hebt geen biertje nodig als je achterwaarts blijft. Ja, ach, god. Ik zit alles weer in de inventory van mijn stego te doen. Oké. Okay. Daar ga ik. Au, het kietelt in mijn billen. Doet dat wel damage op tech turrets? Zou ik wel moeten doen, maar... Ja. Weet je? Oké, okay, top. Ja. Oh, dit doet wel pijn. Ja. Ah, dat doet wel een beetje pijn. Veel damage, man. Holy shit. Ik denk dat mijn stego dit niet gaat overleven. Ik ook niet. Nee, dit... Het tankt al door, zeg maar. Die heavy is al leeg, oh, pas op. Heavy tech niet kut. Ik hoor je alleen maar haper, man. 10% HP. Pull out. Achteruit. Oh. Au. Ik pak even eigen stekker saddle. Vlieg daar. Jenkins. Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Hallo, heb jij een stego saddle van 200%? 261, weet je. Thanks, Swamp Master. Shout out naar jou. Vind ik zo leuk om hun spullen tegen. Volgens mij doe ik het echt al maanden gewoon hun spul tegen hun gebruiken. Dat is gewoon echt. Jamie prept alles. Ik steel alles. Ik heb een 260% armor. Ik heb een cadeautje van de Swamp Master. Oh, dat is wel mijn laatste Heidi die ik erin heb zitten. Ik heb een 261% saddle. Nice. Ik heb ook nog even een Beppie meegenomen met 280. Ja, ik vond dus het goed. Van de Swamp Master gekregen. Is die teleport nog? Ik heb iets meer via linksom, kan dat? Wat is linksom voor jou bij de main base? Het zijn maar langs mijn basis op.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh, had iemand maar een tekstrijder hier om deze bomen te kappen? Ah, die van mij zit nog steeds in de void. Wat is die Warmaster deur hier trouwens? What the fuck? Ja, weet ik nog niet. Dit een goeie hoek? Oh, wacht even. Draai nog. Zo, die boom staat in de weg. Oh, ik kan ze kapot schieten. Oh, top. Oei. Nou, daar gaan we dan. Nou, kuntje erin, Heidi. Oh, mijn kuntje. Heidi, met je sappige billen. Ik vertrouw al die techgeluiden nooit, man. Oh. Ja, je moet iets meer achter mij, op mijn lijn staan. Nog meer, ja. Oh, dit doet echt, het scheelt zoveel damage. Fijn dat hier een boom voor staat. Wil je hitten? Ja. Wat is dat? Ik hit iets. Ik weet niet wat ik hoorde. Ik hit die tech door niet, ik moet even verder nog. Ja, ik kan niet echt draaien, dat is irritant. Wacht. Met een achterhoek gewoon. Zo. Dat is wel goeie, toch? Ja, nou weet ik, nou weet ik. Hé, hey, er komt nog een stego aan. Oh, nog meer stego's! Hé! Hey! Hey, stego's al. Oh, hey, oh, wat en een mech! Hell yeah. Lekker. Oh ja, dit is zo plat gevaagd, jongen. Dit stelt niks voor. Hoppa! Op, oh mijn god, man. Ja, we kunnen zo al in. Hoppa, Mackie. Zwoep de wiep, zwoep de wiep. Oh, oh, oh. Die zit van... Oh, op de besprime. Daar ga je. Nou, ik heb niet meer, echt het meeste vuur, zeg maar. Neer, man. Jezus. Ja, neer. Oh mijn god. Nee, op de besprime. Optimus. What the fuck? Tering groot. Oh, mijn bek wordt geraakt. Oh, ga maar achter. Ik weet niet echt wat het is. Ja, ik denk dat we al bijna gewoon met een steeuwtje. Ja, ik ga erin, ik ga erin. Oh, mijn kit is wel aan het smelten nu. Zo, blazen. Blazen die op. Lekker. Gaat goed, gaat goed. Even die foundation slopers kan. Oh, daar gaan mijn flak leggings. Ik moet die tech wall neer en dan gewoon Jenny's er doorheen schieten ofzo. Er zit nog één tech turret boven, die heeft me wel eens op mijn kop. Die wall is bijna neer. Ja, Jen zit erachter. Ik zie de Jen. Focus op de Jen. Ja, goeie. Precies daar, ja. Ja, ah. Ja, je hebt hem nu, je hebt hem. Ja, je hebt de gen. Oké. Ja, 3k, 2k, 1k, en it's done. Ik heb hier 1 miljoen damage naast mij, man. Wow! 10 Wacht. Miljoen zelf, huh? Oh, oké, dat was in de turret zat zoveel. Zijn we genet? Of is hij dood? Ah, oh, hij is dood. Aan de kant, Harry. Ja, ik pak mijn Rex ook wel even. Mac. Iedereen Mac, kom op! Ik heb geen Mac. Ga ik nou mijn allereerste Mac craften? Is it finally time? Has it come to this? Lachgebaan met al over ally gewoon naar dat ding verklaren, jongen. Oh, kun je Mac hier zo craften? Dat heb je toch... Oh, maar ik ben echt Extinction of zo gewend. Dat je er zo'n blueprint voor moet vinden of zo. Unassembled Mac. Yes. Let's go. Heb ik hem nu of niet? Oh, het lijkt. Ik heb hem. We hebben hem. Ik weet even niet hoe het werkt, want het is veel te lang geleden. Maar we hebben hem. Waarom volg je hem helemaal hier naartoe? Oh, daar zijn ze al bezig. Bada bing, bada boom. Bumblebee! Dit is de red Bumblebee. Hey, jij hebt de rode Power Ranger. Yeah. Vraag me af wie de zwarte Power Ranger heeft. Dit smaakt vooral de metal weg, of niet? Tegen doet volgens mij niet zo heel veel damage. Maar dat doet niks. Ah, dit wil wel klaren. Dit is sufficient stamina, is dat een ding? Oh, kut, ik heb geen gasoline meegenomen. Ik heb het idee dat het vooral veel doet tegen metal. Ik moet even stemmen hebben. Kijk ze mappen dan, jongen. Kijk ze doen. Er gebeuren hier mooie dingen. Ik denk dat ik gewoon even die 180% tech rifle ga halen. Ik ga even 180% tech rifle halen voor die foundations. Skrrr. Ja, of ik doe het met hem. Ik weet niet wat meer damage doet. Zo. Al die maxi, jongen. Uber Mega Mindy. Zo, die doet damage. Die doet ook veel meer. Het is ook echt paars.
wat goed. Oh, dit is alsnog met 200 damage. Dit wil wel, dit wil wel. Hoppa, lekker. Het is allemaal tech, hè? Het is allemaal tech foundation. Kijk, joh, dit ruimt wel op. Die is klaar, hè, jongen. Oh, die heavy turret is wel gewoon leeg. Oh, die tech turret is niet. Het is wel lastig kapot te krijgen, man, zo'n hybride basis. Oké, die turret wordt daar gesloopt. Ja, Joost, dit is wat je krijgt. In zee gaan met de masters. Op bezieltje, man. Maar heeft de craftmaster hem gewoon omgekocht met iets. Ik weet niet waarom die het doet. Ja, oké. Okay. Behalve de onderdrukking weet ik niet waarom die het doet. Zo'n Rex doet ook wel echt damage, man. Ja, ik denk dat het wel geklaard is hier. Ja, dit nog. Oh, nee. Ziet zijn eigen mech lek. Maar was dit het, of niet? Volgens mij is het geklaard, of niet? Oh, hier nog. Oh, nee, dat is van. Oh, lekker gewerkt, Max. Hey, waarom kunnen deze niet voornaar dansen? What the fuck? Ik ga weer terug naar de maan. Tot ziens. Bro, waarom zijn je benen in de fik, man? What the fuck? Ik ben geëvolueerd naar Blaziken. Nee! Oh, we doen gewoon damage op elkaar, joh. What the fuck? Dit is een staredown. Zo'n Spider-Man staredown. Jij was het, hè? Hij was het. Hij is de imposter. Hij is de imposter. Het was paars. Het was paars. Toch? Of was groen? Wie heeft electronics gefixt? Zeg het. Hey, de zwarte Power Ranger is er ook bij. Oh nee, is rood. Bruin. Why are you bully? Oh nee! Je schuwt op Jamie's basis. Hey jongens, we zijn Alliance! Kan er Firepod? Weet ik niet eigenlijk. Oh ja, zeker. Oh, lekker. Have a great time, bye bye. Volgens mij is Mega Mindy in de villain arc. Oh, wat goed. Ah, dit is helemaal lekker. Dan hebben we daar wel een soort van plekje vrij. Maar misschien gaat El Pinky daarop doorbouwen. Dat zou kunnen. Wat vet. Iedereen die hier zo rondloopt. De Wyverns die overvliegen. Wow, dit is gewoon hoe ik Ark wil ervaren, man. Wat gruwelijk ziek. Gewoon hier leven in de Alliance Base. We moeten dus alleen nog even bespreken wat dan weet je, de hub wordt. Oh, wacht. Misschien kan ik het hier op doen. Misschien kan dat wel daarboven. Ja, ik denk hier beneden. Ik denk dat hier misschien wel het beste is. Oh, what the fuck? Wat gebeurt hier nou? Oh, hij heeft zijn shield. Ding op zijn rug. Oh, wat ziek. Oh, wat vet die shield generator. Ja, als zij dit eventueel van zullen doen, dan is dat top. Ik ga ook weer verder. Let's go, man. Goed aangepakt. Ondertussen is het de blauwe kant zo sterker, jongen. We gaan echt lekker. We gaan echt heel lekker. Ik ben trots op de boys. Oké, jongens. Thanks voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Misschien morgen de grote island reveal. Maar dan moeten we nu eerst in de comments keihard de G-Portal gods roepen. Help!